Jullie spelen vandaag met 2-2 gelijk tegen AZ. Als ik zeg dat er maar één ploeg verdiende te winnen, dat was Roda. Ben je dat dan met me eens? Ja, zeker weten. Ik weet, als je kijkt naar de kansen en ook duels die we wonnen, tweede ballen die we wonnen. En ook gewoon veel beter waren in alles eigenlijk. Maar we krijgen weer veel kansen en we scoren niet genoeg. Vooral die eerste helft waren jullie heel scherp en zaten er echt bovenop. Ja, klopt. We weten, AZ heeft Europees voetbal gespeeld en dat zit toch in hun benen. En ook nog een lange reis naar Kerkrade. Dus dat wisten we. En we moesten gewoon hoog druk zetten. En dan is het belangrijk om de tweede bal te winnen. En dat hebben we gedaan. Die 1-0, die zat er lekker in, moet ik zeggen. Wat vond je er zelf van? Ja, het was prima voorzet. En kon er goed onder komen. Dus het was een mooie goal. Dan is het inderdaad, je hebt het net al over die gelijkmaker. Hè? Dat is zo zonde, hè? Ze krijgen één kans en die zit er meteen in. Ja, en dan niet eens een echte kans. Ik denk dat we laten hem veel te vrij. En hij kan aannemen, nog een keer steeds erin dan schieten. En dat mag niet gebeuren. AZ komt op een gegeven moment op voorsprong. 2-1. Wat denk je dan op zo'n moment? Ik bedoel, je weet dat het moet, maar je weet, ze hebben maar een heel klein beetje nodig. En dan kunnen ze alweer scoren. Ja, zeker weten. Het is goed dat we terugkomen en dat we rustig zijn. Het zijn rustig beleven. En je ziet, als je rustig blijft, dan krijg je die kans natuurlijk weer. En dit keer schiet Guus hem goed erin. En blijft 2-2. Ik wil het heel even met je hebben over de scheidsrechter. Publiek was niet zo blij met hem. Wat vond jij er zelf van? Nou ja, als je ziet dat NEC voor 2 keer dezelfde overtreding die op mij wordt begaan gisteren een penalty krijgt, dan is het toch wel apart dat hij hier nu voor fluit. En ik zei het tegen hem, hij zegt het was niet zwaar genoeg voor een penalty. Ik zei zwaar genoeg voor wat dan? Voor een inworp? Ja, wat moet je er dan mee? Als het een overtreding is, is het een overtreding. Zwaar of niet zwaar. En als hij binnen de 16 is, is het een penalty. Is dat frustrerend om ook het gevoel te hebben dat bepaalde dingen je misschien worden ontnomen of onthouden? Ja, tuurlijk. Het gebeurt niet 1 keer, 2 keer. En dan met Guy die op de grond ligt, waar eigenlijk niks aan de hand is. En dan geeft ze allebei een gele kaart waardoor hij rood krijgt. Ja, dat zijn dingen. Als je een beetje scheidsrechter met persoonlijkheid bent, dan kun je er volgens mij wel beter oplossen dan iemand een rode kaart geven waar eigenlijk niks aan de hand is. Wat voor gevoel hou je aan deze wedstrijd over? Nou, sowieso beter als afgelopen week. Want je ziet dat wij gewoon alles hebben gegeven en dat we hebben gestreden. En dat we eigenlijk hadden verdiend om te winnen. Dus dan is het toch een ander gevoel dan vorige week.